We zijn nu buiten gekomen. We zijn door het sculptuur heen gewandeld. Het is geen tentoonstelling, het is eerder een wandeling door het gebouw. En dan staan we hier in één keer in de tuin. Was dat de bedoeling? Of, Goh ja, je zit met dat gegeven van een gebouw. En ik wou van heel het gebouw één grote sculptuur maken. En ik vond dat net zo boeiend eigenlijk. En het kunstencentrum, dat je enerzijds heb je de stad. En er is zo'n groot contrast met die binnentuin hier. En dat wou ik misschien nog extra versterken of zo. Door hier ook nog een terras aan te maken. Maar dat terras, dat is enerzijds ook de sokkel van het werk. Maar ik zie dat ook als een soort van donkere oase. Zo. Daarom heb ik ook die bomen die er eerst stonden, eruit uitgespaard. Opnieuw zo dat collage-element, er twee bomen ingezet. En van de andere kant heeft dat terras ook een heel sociale functie. Er zijn ook performances geweest. Hier gaan nog dingen gebeuren in de toekomst. En om het nog maar eens te hebben over dat collage-aspect, ook de toeschouwer is heel belangrijk. Eigenlijk de mensen die hier opstaan, ik wil eigenlijk opnieuw ja, zo de mensen opzetten in de sculptuurplaats. Opnieuw, eigenlijk is alles één grote collage geworden. De twee vleugels, die sculptuur, die vleugel, de bomen, het terras, het is allemaal één groot geheel. Het is een samenwerking geweest met verschillende kunstenaars. Wie zijn dan die verschillende kunstenaars? Hoe hebben die met u samengewerkt? De kunstenaars waar ik mee samengewerkt zijn allemaal mensen die ik al heel lang ken en die ik hun werk ook al heel lang volg. En, is dat de reden waarom dat je met nee, die mensen... Dat is niet... Dat is ook omdat we een soort zelfde... Ik voel een gelijkenis tussen al die mensen hun werk. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen wat nu precies die gelijkenis is. Maar in ieder geval, ik had in mijn hoofd hoe dat die sculptuur er moest uitzien of zou gaan uitzien. En heb ik aan Romeo Hoornaert gevraagd of dat die twee... Romeo Hoornaert is een schilder en wat ik vooral wou doen is eigenlijk zijn schilderij eigenlijk ruimtelijk maken, een sculptuur maken van zijn schilderijen. En heb ik gevraagd of dat Romeo twee nieuwe schilderijen wou maken. Daar hebben we ook een blow-up van gemaakt, hebben we dat op een baas geprint. En hebben we getracht om dat hier een ruimtelijke interpretatie van zijn werk te maken. Wat er ook zeker in moest komen in heel die sculptuur waren twee ogen. En een oogvorm, dat zijn ook dingen die heel vaak in het werk van Eva de Lener voorkomen. En ik heb daar dan de maten doorgegeven, hoe groot dat moest zijn. En dan heeft zij daar haar eigen interpretatie aan gegeven. En dan het bovenste stuk, dat is ook een blow-up van een bestaand werk van mij, wat ik in het verleden gemaakt heb. En die kruisvorm, dat is eigenlijk een vorm om eigenlijk al die elementen te verbinden met elkaar. Dus dat is voor de buitenkant en dan hier de sokkel. En de binnenkant heb ik eigenlijk de architectuur van de gang ontworpen. Ik hoop ook dat dat een soort van transitzone was, die binnenkant van een sculptuur. Zo dat gevoel wat je hebt op straat, dat oproepen in de binnenkant van de sculptuur. En heb ik aan Tom Tossijn gevraagd om een patroon te ontwerpen waar dat de gang mee ingekleed zou worden. En hij heeft dan aan de hand van de technische tekening van die sculptuur heeft hij een nieuw patroon ontworpen. En aan de hand van dat patroon heeft hij dan ook een nieuw lettertype ontworpen, wat dat terugkomt op de uitnodiging van de tentoonstelling. En dan ook nog heel belangrijk is de filmzaal, waar dat een film geprojecteerd wordt van Toon Aerts. En wat dat Toon gedaan heeft, ik heb de film eigenlijk pas gezien 2 dagen voor de opening, maar wat dat heeft eigenlijk een heel persoonlijke interpretatie gemaakt van het totaalbeeld. En ook nog wel belangrijk om te zeggen dat de soundtrack van de film,
is gemaakt door Dave Schrooien en Aldo Struijf. Dat is opnieuw weer een interpretatie van hun op het totale werk. Dus eigenlijk wat er altijd gebeurd is, is dat ik met een ruwe maquette afkwam, dat iedere kunstenaar of een muzikant heb laten zien. En zij hebben daar gewoon op ingespeeld, op gereageerd eigenlijk.